Nogal wat volk op de tribunes van Karting Genk eind juni voor de derde manche van de Yami Series Benelux 2022. In de categorie X30 Senior wordt er heel wat spektakel verwacht. 77 rijders aan de start van deze Limburgse manche. En Eli Goldstein begint aan deze manche als leider in de tussenstand. Maar hij weet dat de tegenstand sterk zal zijn. Toch tekent de Brusselaar voor de pole positie bij de kwalificaties. Dat betekent dat hij niet voor niets de dubbele regerende kampioen is. Mooie prestatie ook voor Siete van Meert. Tweede tijd na de kwalificaties voor Jannie Stevenheid is derde. De Tsjechische, Petra Babikova vierde en Senna Vassoule op de vijfde plaats. Wat er volgt, dat weet u. De kwalificatieraces, heel spannende races al meteen. En die races bepalen de startgrid voor de finale en leveren ook punten op, inderdaad. Erik Goldstein toont zich de beste in deze oefening. 4 overwinningen en een tweede plaats. En zorgt zo voor de pole positie voor de finale en 80 punten voor het kampioenschap. Ja, tot nu toe loopt het goed. We hebben de pole voor de finale. Dat is al 80 punten die we op zak kunnen steken. En we hopen dat we dat verder kunnen uitbreiden natuurlijk. Tweede plaats voor Siete van Meert. De eerste keer dat ze zo hoog staat bij de seniors. Ze blijft voor Jannie Stevenheides. Ook hij is heel competitief dit weekend. De drie eerste hebben trouwens hetzelfde resultaat in de kwalificatieraces. 4 overwinningen en de tweede plaats. En het zijn de resultaten van de kwalificaties die het verschil maken. De top 5 van het tussenklassement wordt vervolledigd door de Nederlander Henkie Kalteren en de Belg Sambolita. Twee titelkandidaten die zo wat de schade beperken. Dat is minder gelukt voor Bart Ploeg, amper 13e. En ook Daan Steenman, amper 22e. Wat later klaar voor de startgrid. De derde finale van het seizoen 2022. Eli Goldstein vertrekt helemaal voorin en mikt op een tweede opeenvolgende overwinning na die van Ostricour. Naast hem Siete van Meert, die naar haar eerste podium in dit seizoen wil rijden, net zoals Jannie Stevenheides. Dat wordt niet eenvoudig, want vlak achter hen Henkie Kalteren en Sambolita op de plaatsen 4 en 5. 15 ronden voor deze finale. Goede start voor Eli Goldstein als de lichten uitgaan. En er wordt gevolgd door Jannie Stevenheides en Henkie Kalteren. En al van bij de eerste ronde zijn er twee rijders die van de rest wegrijden. Eli Goldstein en Jannie Stevenheides die zo om de eerste plaats strijden. En zelfs even van positie wisselen. Maar al snel neemt de Brusselaar die eerste plaats terug. En rijdt dan weg om opnieuw naar de overwinning te rijden. Pech ondertussen voor Jannie Stevenheides. De rijder uit Willebroek werd bij de start door een tegenstander geduwd. En daardoor kwam zijn voorbumper los. En dat betekent 5 seconden straf. En daardoor valt hij terug naar de 7e plaats. Net voor Bart Ploeg. Jammer, want Stevenheides had zeker een podium verdiend. Het wordt dus een virtuele strijd voor die 2e plaats. Achter de duo daar tussen 4 rijders. Henkie Kalteren, Sambolita, Siete van Meert en Noah Maton. En het is uiteindelijk Siete van Meert die het haalt. En die zo de 2e plaats verovert. Haar eerste podium X30 Senior voor Siete. In deze Yami Series Benelux blijft voor Balota en Maton 3e en 4e. En de top 5 wordt vervolledigd door Henkie Kalteren voor de Fransman Liano Couture. De beste van de rookies. Voorin alles goed dus voor Eli Goldstein. 2e opeenvolgende overwinning van het seizoen. Waardoor hij zijn leidersplaats uiteraard verstevigt. Ja, voor het moment loopt alles goed in het kampioenschap. Ik hoop dat ik na de volgende meeting hier in Genk in augustus misschien nog wat extra punten kan scoren. En als ik daar even goed kan doen, dan is het misschien al binnen. Maar ik wil niet te veel op de zaak vooruitlopen, want je moet het natuurlijk ook nog allemaal doen. De Brusselaar heeft nu 31 punten voorsprong op Sambolita en 33 op Henkie Kalteren. Volgende afspraak 19 tot 21 augustus in Genk.